Nederland. Gedeputeerde Staten overleeft een debat over de declaratieaffaire Verdaas, ondanks een motie van wantrouwen van de PVV. Hoe verder je van de telefooncentrale afkomt, hoe beroerder wordt het. Kleine kernen zijn trage internetverbindingen zat en vragen de provincie om geld voor sneller internet. Vlak voor kerst verlaten de bewoners van de Klinkenberg hun vertrouwde huis om te gaan wonen in een noodlocatie. Dag dames en heren, goedenavond. Dit is het nieuws van woensdag 19 december. De affaire rond het gesjoemel met declaraties door oud-gedeputeerde Ko Verdaas is vandaag tot een voorlopig hoogtepunt gekomen in de Gelderse politiek. Verdaas mag dan opgestapt zijn als staatssecretaris. De discussie over zijn woonplaats en declaraties lijkt alleen maar feller te worden. Verslaggever Hermina de Vries, die is in het provinciehuis. Ja, Hermina, hoe is het debat over Ko Verdaas vandaag verlopen daar in het provinciehuis? Nou, van 11 uur vanochtend tot 4 uur vanmiddag is er hier achter mij gedebatteerd over de woonplaats van Ko Verdaas. Woonde hij nou in Gelderland zoals het hoort of woonde hij toch in Zwolle? En hoe zat het nou met die declaraties? De SGP die heeft om een integriteitsonderzoek gevraagd, maar kreeg daar onvoldoende steun voor. En de SP en de PVV die wilden graag dat het college van gedeputeerde staten zouden opstappen. Het wordt denk ik heel moeilijk om nog vertrouwen te hebben in dit college op het moment dat ze de lijn volhouden die ze tot nu toe ingezet hebben, namelijk er is niks aan de hand. Wat moet er gebeuren volgens u? Ik vind dat dit college is ongeloofwaardig geworden en ik denk dat ze de eer aan zichzelf moeten houden en moeten opstappen. Voor die motie van wantrouwen van de SP en de PVV was dus onvoldoende steun. En je kunt dus zeggen dat het college van gedeputeerde staten deze motie heeft overleefd. Ja, maar Ko Verdaas, Hermina, die is ook in Den Haag nog steeds onderwerp van discussie, hè? Ja, er zijn nu weer nieuwe twijfels gerezen in hoeverre Rutte nu op de hoogte was van deze informatie. De PVV die heeft vorig jaar een onderzoek gepresenteerd en daarin kwam al aan de orde zaken over zijn woonplaats en ook over declaraties, het gebruik van de dienstauto. Ja, en nu is de vraag in hoeverre was Rutte op de hoogte van die informatie. Nou, daar zegt gedeputeerde Markink over, die geeft antwoord en die zegt van ja, wij hebben eigenlijk alleen opgestuurd waarnaar is gevraagd. Wij hebben als provincie Gelderland, gestuurd wat er gevraagd is. Dus dan is er onvoldoende gevraagd? Als de vraag gesteld is aan de heer Verdaas van zijn er nog andere dingen die nu nog niet op tafel liggen en die we wel moeten weten, ja, dan hadden ze erachter kunnen komen. Ja, Hermina, de provincie vindt dus dat hen niets te verwijten valt. Is de kwestie Verdaas dan nu helemaal achter de rug? Ik vermoed van niet, want er loopt ook nog een zaak bij de Raad van State. En morgen gaat de PVV aangifte doen tegen Verdaas in verband met valsheid in geschriften en zelfs in verband met oplichting. En de PVV wil bovendien dat Verdaas zijn salaris van de afgelopen jaren, bijna 430.000 euro, dat hij dat allemaal gaat terugbetalen aan de provincie. Goed, nou dat wordt dus ongetwijfeld vervolgd. Hermina, dankjewel op het provinciehuis in Arnhem. Ja, de Tweede Kamer wil morgen in debat met premier Rutte over dezezelfde declaratieaffaire van Ko Verdaas. Het lijkt erop dat de omgekomen parachutist uit Schijndel zelfmoord heeft gepleegd of dat hij onwel is geworden. Er zijn geen technische mankementen aan de parachutes geconstateerd na onderzoek, dat zegt de politie. Uit het onderzoek blijkt ook dat er geen sprake van een misdrijf is. Er is niet geknoeid met de parachutes. De man uit Schijndel kwam anderhalve week geleden om het leven tijdens een sprong op teugen. Zowel de parachute als de noodparachute ging niet open. Hij werd pas na 10 dagen gevonden. De man had een eigen bedrijf en schreef zich een paar dagen voor de noodlottige sprong uit het register van de Kamer voor Koophandel. Even een filmpje bekijken op internet of webwinkelen. Als je snel internet hebt, dan is het een uitkomst. Maar heb je traag internet, dan wordt het een grote ergernis. De Vereniging van Kleine Kernen wil dat er meer geld komt voor snel internet, omdat juist op het platteland de verbindingen vaak langzaam zijn. Voor de plattelandsbewoners zijn de kosten te hoog en daarom moet de provincie bijspringen. De provincie stelt wel 2 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek naar de mogelijkheden van snel internet in het buitengebied. Maar volgens de vereniging Kleine Kernen moet er meer gebeuren. Ja, veel meer. Er wordt 2 miljoen volgend jaar geïnvesteerd. Er komt een kenniscentrum. Maar wij vinden dat er zeker in regio's waar het een krimpende situatie is, dat daar gewoon snel nu actie ondernomen moet worden
omdat internet gewoon vreselijk belangrijk is. De provincie erkent het belang van goede internetverbindingen, maar kan niet meer doen dan een bemiddelende rol spelen. De aanleg van snelle verbindingen zelf ziet de provincie niet als haar taak. Het is een verantwoordelijkheid die voor een deel bij de markt ligt, voor een deel bij de bewoners ligt en voor een deel bij ons ligt. Wij zullen onze verantwoordelijkheid op dat terrein nemen, maar de bewoners en de markt zal dat ook voor een deel moeten doen. Dat is trouwens in heel Nederland zo. Ja, plattelandsbewoners vinden snel internet onontbeerlijk, zo betoogt de vereniging Kleine Kernen dus. Want internet is niet alleen handig, maar sommige mensen zijn er ook echt afhankelijk van. Gerrit Roesink is ondernemer in het buitengebied van Zelhem. Voor zijn werk is hij afhankelijk van het internet. Wij hebben heel veel productboeken. Dit is onder andere zo'n productboek. Vroeger verstuurden we dat via de post, een dag onderweg. Tegenwoordig doen we dat digitaal en dat gaat tergend langzaam. Is bijna nog een dag onderweg? Hier wel, ja. Ik moet naar Arnhem, dus van Zelhem naar Arnhem, ik kan het beter zelf brengen. Ook in het buitengebied van Putten hebben ze geen beste ervaring met de internetverbinding. Het internet in het buitengebied van Putten is heel droevig. En hoe verder je van de telefooncentrale afkomt, hoe beroerder wordt het. Per meter kost het aanleggen van glasvezel zo'n 25 euro. Dus met deze afstanden betaalt een huishouden al gauw zo'n 3000 euro voor een aansluiting. Dat schrikt bewoners af, waardoor internetaanbieders nog geen zin hebben om met de aanleg te beginnen. En dat terwijl snel internet volgens deze bewoners toch echt nodig is. De insteek van de overheid is dat mensen steeds langer thuis blijven wonen. En dan is het wel prettig als daar de faciliteiten zijn om dat te ondersteunen. En zorg op afstand is daar een hele belangrijke. Een alternatief voor de aanleg van glasvezel is draadloos internet via het nieuwe 4G-netwerk. En het is vele malen goedkoper dan glasvezel, een factor 5 tot 10 goedkoper. Maar het is ook een beetje langzamer, hè? Het is ietsje langzamer, maar wij denken altijd, ja, je kunt wel blijven sparen voor een Porsche, maar als je hem niet kan betalen, kun je misschien beter een Volkswagen Golf kopen. Dan kun je vandaag prima gaan rijden en dat functioneert prima. Niet eerder dan in 2014 maakt Maasdriel kans dat er een vaste burgemeester komt. Dat zegt waarnemend burgemeester Dick de Kloe, die op 1 januari afscheid neemt van de gemeente Maasdriel. De gemeente Maasdriel heeft al jarenlang een slechte naam vanwege wanbestuur. Dick de Kloe werd 1,5 jaar geleden aangesteld om de bestuurlijke verhoudingen te herstellen. Een aantal partijen in de gemeente vroeg om een vaste burgemeester als opvolger. Maar volgens de Kloe kan dat pas als tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 blijkt dat de gemeenteraad wil veranderen. Ik denk dat de commissaris van de Koningin terecht gezegd heeft, ik ga nog een waarnemend burgemeester benoemen tot de verkiezingen van 2014. En dat 2014 is wat u betreft haalbare kaart, dan kan het. Dan denk ik dat het zou kunnen zullen we dan moeten bekijken, maar dat beslist de commissaris op dat moment. En in het programma In Gelderland na het nieuws een uitgebreid gesprek met de vertrekkende waarnemend burgemeester. Plaknacht, dat is het weerwoord van het jaar geworden. Vanochtend maakte weervrouw Margot Ribbering van Meteo Consult dat bekend in de uitzending van Radio Gelderland. Het is voor het eerst dat het weerwoord van het jaar is gekozen. Pruttelsneeuw, zinloos weer. Dat weer van vandaag, dat het zo grijs is dat je denkt, wat hebben we eraan? Natte flatsen, nou daar hoef ik weinig aan uit te leggen. Sneeuwbom, zoals we vorige week nog hadden. De rolwolk die over je heen komt te denderen en de oude wijvenzomer. Actie! We gaan het bekendmaken. Het weerwoord van het jaar 2012. Tientallen weerwoorden kregen wij binnen. Massaal kozen de luisteraars. Weerwoorden worden gebruikt door weermannen en vrouwen op tv en radio om meteen duidelijk te maken wat voor weer het is. Alhoewel het geen echt wetenschappelijk weerjargon is. Dit is het moment. Margot Ribberink zit bij Meteo in Wageningen. Het weerwoord van 2012 is... Dat is geworden plaknacht. Ja, het zegt meteen waar het op staat. Hè? Dat is een nacht waarbij het slapen erg lastig gaat worden. De temperaturen zijn hoog, zeker in de slaapkamer. En dan is het plakken en zweten geblazen. Ik hoop natuurlijk dat het gewoon de dikke vandalen haalt. Want als wij maar met z'n allen dag in dag uit plaknacht gaan gebruiken, dan haalt het het woordenboek. Kerstsfeer in Dodewaard. Duizenden lampjes verlichten de Oranjewijk. Straks meer. Zorgmedewerkers van verpleeghuis Altenova in Arnhem hebben vanmiddag het werk voor 2,5 uur neergelegd. Ze vinden dat er te veel bezuinigd wordt. Tijdens de staking had het personeel een bijeenkomst van de vakbond in het Posttheater. Verpleeghuis Altenova moet vanaf januari nog verder bezuinigen. Het was vandaag de tweede keer dat het personeel staakte.
Fuad L.M., die ook in hoger beroep is veroordeeld tot levenslang voor de dubbele moord op de twee Nijmeegse buurvrouwen Mientje, accepteert zijn straf niet. Hij gaat in cassatie bij de Hoge Raad in Marokko. M. werd zowel door de rechtbank als door het hof in Nador veroordeeld tot levenslang. De strafzaak diende Marokko omdat de moordenaar daar direct naar zijn daad naartoe was gevlucht. De dood van de vermiste Aalt van Kernebeek uit Borculo is bij familie en vrienden ingeslagen als een bom. Dat heeft een vriend van de familie gezegd. De dode man werd gisteren door duikers in het water gevonden. Sinds zondag was de politie al op zoek naar hem. Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf of zelfdoding. Een grote brand in een 2 onder een kapwoning in Terborg. De vlammen sloegen meters hoog uit het dak van het huis. Het naastgelegen huis bleef gespaard. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan en niemand raakte gewond. De politie heeft ruim 2500 kilo illegaal vuurwerk opgespoord in het buitengebied van Voorst. Er werden onder meer mortieren gevonden. Nou, dit is zeer krachtig vuurwerk. Als je dit bij wijze van spreken binnen een woning tot explosie zou brengen, dan zijn er meerdere woningen zijn vernietigd door de kracht van dit vuurwerk. Samen met een gespecialiseerd bedrijf wordt het vuurwerk ontmanteld en vernietigd. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Een 65-jarige Apeldoorner is vanochtend verongeluk op de provinciale weg N345 bij Klarenbeek. De bestuurder reed door nog onbekende oorzaak tegen een boom en overleed ter plekke. De doorgaande weg tussen Apeldoorn en Voorst is enkele uren afgesloten geweest. Laura Smulders is gisteravond op het sportgala van NOC-NSF verkozen tot sporttalent van het jaar. De 19-jarige BMX'er uit Horssen won dit jaar op de Olympische Spelen in Londen een bronzen medaille. Epke Zonderland werd sportman van het jaar en Ranomi Kromowidjojo sportvrouw van het jaar. Het is een ingrijpende week voor de bewoners van verzorgingshuis De Klinkenberg in Ede. Want bijna 200 ouderen verhuizen deze week vlak voor kerst naar een nieuw onderkomen op het voormalige kazerneterrein in Ede. En dat is even wennen. Die kant? Gaat u mee? Gaan we die kant op samen? Veel verdwaalde bewoners vandaag in de nieuwe locatie van verzorgingshuis De Klinkenberg in Ede. Want alles zit ineens op een andere plek dan je gewend bent. Kunt u het al een beetje vinden allemaal? Nee, helemaal niks. Maar het staat overal nummers. En gek ben ik nog niet. De oude locatie van het verzorgingshuis was zwaar verouderd en voldeed niet meer aan de brandveiligheidseisen. Verhuizen was dus noodzaak. Het ging gewoon niet meer. Dus dat was naar onze mening niet langer veilig en kwalitatief goed. Wonen was het al helemaal niet. Dus daarom zijn we bijzonder blij dat we hier zijn. Maar veel bewoners waren toch erg gehecht aan die oude locatie. En dan hakt zo'n verhuizing er best in. Ja, toch wel. En daarom kwam mijn dochter, die kwam en daarom gisteren de vogeltjes brengen. Dan had je tenminste wat, hè? Je houdt je gezelschap. Ja. Maar gelukkig zijn er ook bewoners die het allemaal niet zo'n probleem vinden. Ik laat alles op me afkomen. Als het me helemaal niet lijkt, dan zeg ik wat. En anders vind ik het goed. Ja, ik heb veel grotere kamer en alles. Het zit hartstikke goed. En ik heb alle spulletjes van mijn eigen, allemaal. Aan het eind van de week moeten alle bewoners over zijn naar de nieuwe locatie. Maar het zal misschien nog wat langer duren voor iedereen helemaal gewend is. Naar de andere kant. En dan weer naar links. Zijn aan de link? Ja, en dan is het. Ja. Een wijk in het licht gezet door de eigen inwoners. De bewoners van de Oranjewijk in Dodewaard hebben een wijk deze dagen met vele duizenden lichtjes helemaal in kerstsfeer gebracht. Een gewone wijk die tijdelijk in een attractie verandert. Er zijn wijken die net iets meer met kerst hebben dan anderen. Zo ook de Oranjewijk in Dodewaard. Die buurtbewoners hebben iets samen. Samengehorigheid, hè? Ja, en goed met elkaar kunnen. En alles eerlijk zeggen tegen elkaar. Warmte, gezelligheid, verlichting, druk zijn, kerstmarkt. Samen zetten ze de schouders eronder. Net als in veel andere wijken in Gelderland moeten de handen flink uit de mouwen om de verlichting zo mooi te krijgen. Bijna iedereen doet mee, ja. Het wordt af en toe wat moeilijk, omdat je hier ook in een gebied zit met verschillende geloven. En de ene viert wel kerst en de andere viert geen kerst. Maar de meerderheid doet gewoon mee. Zodat we allemaal het licht kunnen zien.
En vieren de wijkbewoners de kerst ook met elkaar? Vooral familie, maar sluit niet uit dat we elkaar met de kerst ook nog even zien. Toch weer de straat op? Toch even de straat op en ja, toch dit ook delen met elkaar. En hoe doen we het volgend jaar met de kerst? Volgend jaar absoluut weer. Waar ze in Dodewaard juist van de kerstlichtjes kunnen genieten, is het in Reden voorbij met de pret. Van Dalen hebben voor de tweede keer dit jaar de metershoge kerstboom op het dorpsplein toegetakeld. Het is het zevende jaar op rij dat de boom vernield wordt. Van Dalen hebben dit keer een gat in de stam geboord waarin ze vuurwerk hebben gestopt. Het vuurwerk heeft de stam aangetast en daarom moet de 12 meter hoge boom met licht en al naar beneden worden gehaald. De kerstboom is een initiatief van de ondernemers in Reden. Elk jaar plaatsen ze de grote boom op het dorpsplein. Voor hen is de maat nu vol. Volgend jaar krijgt Reden geen kerstboom meer. En dan gaan we naar Wageningen. U zag al eerder deze uitzending. We gaan naar Margot Ribberink voor het weer. Een kleine wereld op veel plaatsen. Bewolking en eronder ook nog eens nevel en mist. Maar wel droog. De komende dagen blijft het niet droog. Vanuit het westen komen storingen met zachte lucht. In het zuiden van het land valt er regen. Maar in Gelderland wordt er voor de storing uit met een oostelijke stroming ook nog koude lucht aangevoerd en wordt het behoorlijk spannend. En zo kan het zijn dat de neerslag morgenavond in het oosten en noorden in de vorm van wat natte sneeuw gaat vallen. En ook de komende dagen blijft de grens tussen de koude en de zachte lucht ergens boven Nederland hangen. En kan er ook op vrijdag, zaterdag en zondag winterse neerslag vallen in de vorm van sneeuw, natte sneeuw of misschien zelfs ijzel. Houdt u de berichtgeving goed in de gaten. Nou, vandaag geen neerslag, maar wel veel grijzigheid. De zuidoostelijke wind die gaat wat toenemen. Dat betekent misschien wat opklaringen vanavond en vannacht. Geen mist en temperaturen van 1 of 2 graden boven het vriespunt. Morgen hebben we misschien ook nog een klein beetje zon. Vooral in de ochtend, vooral in het oosten en noorden. De bewolking wordt dikker. En in de tweede helft van de middag gaat het regenen. Het eerst in het westelijk rivierengebied. Die neerslag breidt zich dan in de avond uit richting het noordoosten. En dan kan er misschien een beetje natte sneeuw vallen in de Achterhoek en ook op de Veluwe. 4 graden wordt het morgen en het is waterkoud met een stevige zuidoostelijke wind. En de komende dagen is het dus behoorlijk spannend. De temperaturen gaan naar beneden en er valt af en toe neerslag. Misschien ook wel in de vorm van wat winterse neerslag. Het ziet er wel naar uit dat maandag, de dag voor kerst, de temperatuur weer omhoog gaat. En dit was het nieuws van woensdag 19 december. En daarin hadden we vandaag onder meer de volgende verhalen. Het Gelders College van Gedeputeerde Staten overleeft het debat over de declaratieaffaire Verdaas, ondanks een motie van wantrouwen van de PVV. En ook plattelandsgemeenten willen snel internet. En ze vragen de provincie mee te betalen aan de verbinding. Ik wens u nog een fijne avond.